Ik ben terug thuis. Sorry dat ik vandaag niet veel kunnen vloggen heb. Chill jongens, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Het is 14e zondagochtend. Half elf? Nee, 11 uur. Bijna. Ja, ik ga mijn koffer al een beetje inpakken. Vandaag zijn we weg, maar we weten niet hoe laat. Maar ja, ik heb geen kleren niet meer nodig, want we zijn al aangekleed. Dus ik ga even mijn koffer maken. Het is niet veel werk. De ene kleding wat proper is aan de ene kant. En de andere kleding wat vuil is. Hopelijk past het aan de andere kant met mijn nieuwe schoenen. Even schoenen aandoen. Dat is voilà, makkelijker. Wel stom dat ik mijn bovenstuk vergeten ben van mijn staande voor mijn gezin in te zetten. Anders heb ik een timelapse nu. Maar nee, een beetje. Ik heb net even gedoucht. Daarna had ik mijn mond zo. Praatbeeld. Tandpasta is wel pikant. Oh, waarom heb ik mijn arm ineens moeten worden? Van deze stand hebben. Binnenkort wel wat gewoner moeten worden als ik een grotere camera ga kopen. Als ik hè. Nog lang met een deze moeten filmen, denk ik. Oh shit. Dus ja jongens, bijna klaar. Waar moet ik mijn was, vuile was steken? James. Ik ga je een zak geven hè. Oké. Okay. School. En voor de rest heb ik hier niks niet meer. Ja, zonnebril. Kan ik best in mijn fanny pack steken. Hier mijn fanny pack. Eigen pet die dat er nog aan hangt. Dus dat kan ik even niet laten zien. Sleutels. Voor de rest heb ik bijna alles. Wil je veel bij alles? Mag je zien? Ja. Deze allemaal. Ah ja. Is allemaal vuile was. En dan deze, die kleren. Dus ja. Maar dat niet doe je niet gaan? Ja, dat gaat wel. Ik ga hier even alles bij elkaar zetten, dat weet ik niet. Ah ja, ja, alles inpakken. Van mij is. Hé jongens. Ja, maar. Ik ga toch wel even. Zeker. Ik ga het niet doen, ik Ik hoop dat alles erin past, hè. Oh, ik kan nu nog wel veel. Ik kan er nog wel een paar schoenen in mijn rugzak steken, zo. Die zal was te snel stakken die al los mee, ah, ja, die kan die schoenen er gewoon in de valies steken. Kan ik ook. Doe dat ook, hè. De zal was, dat is mijn zak. Dus dat kun je losdragen, hè. Ah. Ik ga even naar de wc. Dus ja. Ik zie jullie je beter terug. Zo jongens, ik ben terug. Ik ben terug thuis. Sorry dat ik vandaag niet veel kunnen vloggen heb. Maar ja. We zijn van alles gaan doen. Allee, van alles gaan doen. We hebben ingepakt. We hebben dan direct vertrokken. Allee, tegen dat we ingepakt waren, was dat direct wel wat verder. Tijd, want er moest veel gebeuren. Die studio moet dan helemaal teruggewassen, allee, terug helemaal proper zijn, alles proper gemaakt, alles verversen. Dus ja, dan dat duurt even en ik heb het niet echt kunnen filmen en daarna zijn we even mijn vrienden weg geweest. Dat heeft dan ook misschien een uur of twee geduurd, een uur ongeveer. En daarna zijn we gewoon even naar huis geweest. Ik wou er vloggen, maar het is niet meer gelukt. En dan zijn we gaan eten en dan zijn we naar huis gegaan. En dan zijn we nu thuis.
Dus ja. We waren 7:30. 7:30 thuis. Maar ja, is wat uitgelopen. Of 8:30 thuis. Nee, ik denk 7:30. 7:30 waren we thuis. Maar ja, praat over het weekend. Dus dat is wat uitgelopen voor de rest. Dus ja, ik weet niet. Dus ja, gisteren was het de leuke vlog, denk ik. Thumbnail is ook mooi. Hoor, dat vind ik zelf. Als jullie afvragen hoe ik de thumbnail van gisteren heb gedaan. Ik heb gisteren dus gewoon een foto gepakt van Google Earth. Ik weet niet dat jullie dat kennen. Oh, hier werkt weer iets. Want als ik het wil doen, werkt dat niet. Google Earth, zoek maar eens op. Gewoon Apple. Waar is dat bij Apple? Oh, bij dingen is dat Play Store. Nee, is dat bij Apple? Ik weet dat niet. Zoek maar bij de Apple dingen, bij de download gedoe, ik weet niet. En bij gewoon gezegd is dat Play Store. Nee, Play Store en bij Apple is dat Apple Store. Ja, dat. Daar kun je dat downloaden. Waar was ik bezig? Ah ja, daar kun je dat downloaden. En dan kun je op Earth gewoon opzoeken. Google Earth gewoon opzoeken, locatie. En dan kun je daar een foto van gebruiken. Dat is een soort van 3D Earth. Dus ja, die heeft bijna op elke plek een 3D plaats. Dus ja. Ach ja. Wow. Ik ben moe, jongen. Vandaag heb ik echt veel gewone dingen gedaan. Ik heb net gezegd wat we gedaan hebben. Dus de dag is gevlogen natuurlijk. Kan je middag eten? Allee, ochtend eten. We waren om 10 uur of zo wakker. Dus niet vroeg, maar ook niet laat. We waren om 10 uur, denk ik, wakker. En dan zijn wij... Dan zijn wij, denk ik, gewoon even nog wat tv of zo, of even wat klaargemaakt voor weg te steken. Ben ik naar de bakker geweest, hebben we gegeten. Ja, dan hebben we weggestoken en dan was het direct kei laat en zo. Dus ja, daarom echt niet kunnen vloggen vandaag. Maar wel, maar ik ben het gewoon. Tijd is erop voorbij. Het viel hem eigenlijk wel, want ik weet dat niet. Nou, het zal wel. Zo. Mijn broer is ook natuurlijk terug thuis, want die was vanaf dat ik weg was naar zijn papa. Dus ja, ik heb er juist de hoofdpries in gestoken. Het is normaal, als ik dit lichtje aansteek, werkt dit terug, dus ja. Voor de rest is alles nog in orde, denk ik. We nog eens zien allemaal. Dat doen we morgen wel. Ik heb vandaag niet echt niet meer zin in. Om te zien dat alles in orde is of zo. Of zo. Voor de rest niks, hè. Gisteren zijn we ook bij dat chic restaurant gaan eten. Ik weet niet dat jullie dat ik dat goed verteld, dat jullie dat verstaan hebben. Want ik heb niet echt veel werk. Ik heb wel veel werk in mijn vlogs gestoken, maar ik heb niet echt gewoon niet echt bezig geweest met vloggen. Echt de hele tijd bezig geweest voor de vlog. Gisteren had ik ook misschien 4 minuten opgenomen. 'S morgens en dan 's avonds had ik dan ook weer een lange stuk moeten opnemen. En dat ik anders niet een grote vlog had, dan is ook maar 4 of 5 minuten een vlog en dat is maar stom.
Dus, Moe. Morgen terug een gewone dag. Terug live chat met die veel de week lang. Volgend weekend weet ik nog niet wat ik ga doen. Ja, binnenkort gaan we wel eens een week naar de zee. Dus ja, vergeet dat niet te abonneren. Zeker jullie nu al. Maar ik ga nog even checken dat alles werkt en zo. Maar dan zie ik jullie gebied gewoon direct terug. Maar ja, voor de rest. Ik denk dat wel alles nog marcheert. Hè? Ja, dat staat nog aan. Mijn radio staat terug aan. 8 seconden meer. Achter mij staat terug aan. Het licht staat daar aan. Dus ja, alles werkt weer. Maar ja. Ja. Wel spijtig. Maar ja, ik moet ook gewoon, gewoon leven. Normaal hadden we daar, ik was vrijdag een dag al geweest. Normaal was het echt school had geweest, dan had ik misschien geen en één een dag kunnen zijn aan de zee. Misschien had ik daar niet meegegaan. Zo, dus. Nou, binnenkort een week in de grote vakantie. Dus ja, dan weten jullie dat ook. Ja, ik zit nog keilang binnen natuurlijk. Pas in september kan ik terug naar school gaan. Ik hoop dat die jaren rap voorbij gaan. Dat ik gewoon thuis zit. Dat ik eindelijk eens online kan blijven. Ja. Dus nu zit ik gewoon thuis. En s'avonds komen mijn ouders thuis en zo. Heb ik de afwas gedaan. Soms is gedwijld of soms heb ik al een vlog opgenomen. En dan heb ik mijn gameplays op, mijn vlog en dan ga ik direct slapen. Dus ja, YouTube heb ik wel, kan ik wel nog kijken tegen dat ik mijn vlog bij en zo scroll ik een beetje door. Omdat dat altijd een uur duurt. Ah, die andere YouTubers duurt dan niet lang, dus ja, die kan ik altijd kijken. Dus ja, we zien. Even aan het opnemen. Dus ja, jongens. Voor de rest, de abonnees ga ik terug omlaag moeten doen. Want ik heb gezien dat er terug een abonnee af is gegaan en bijgekomen. Dus dat ga ik morgen nog doen, denk ik. Of ik verander dat gebied nog. En dan morgen film ik dat ik dat veranderd heb ofzo. Ik weet niet. Ik ga nu al eens checken dat alles, heb ik dus het al gedaan. Alles werkt nog. Dus ik zie jullie morgen terug bij een gloednieuwe vlog. Om 4 uur, vergeet niet te abonneren, vergeet niet een blauw duimpje mogen doen. Dat zal me heel blij maken. Dan kan ik misschien, deze moet ik nog niet eens verwijderen misschien dan. Dus ja, GG out.